ik toe. Hartstikke gezellig, man. Nou, niet speciaal eigenlijk. Iedereen die je kent in Hoogland wil ik dan maar de groeten doen. Weet je, niemand speciaals. Nou ja, ik bedoel, dan moet je er zoveel opnoemen en dan vergeet je altijd weer mensen. Dus waar. Ik wil in het algemeen, dan wil ik iedereen de groeten doen die je mij kent. Dat is waar, hè? En je woont zelf in Hoogland? Ik woon zelf in Hoogland. En waar? Kabof. De Kabof, aha. Ja. Vlak bij, buurman. Bij die meneer achter de kamer. Ja, ja, vlak bij Gerrit. Ja, precies. Oké. Okay. De Maya-kalender? Ja, precies. Dat wou ik vragen. Ja, één vraagje. Stel je voor, de Maya's krijgen gelijk hè, dit jaar en de wereld vergaat. Wat zou je dan nog per se willen doen dit jaar? Wat is heel belangrijk om te gaan doen? Ja, het klinkt misschien saai, maar ik zou gewoon mijn tijd gezond en wel uit willen dienen dan. En aan de andere kant, ik geloof niet zo erg dat het afgelopen. Nee, geloof ik ook niet. Maar stel je voor dat het zo is, is wel leuk om over na te denken. Wat zou je dan nog... Eigenlijk heb ik helemaal niet. Nee. Boek lezen, film kijken, je kinderen langs gaan, vakantieboeken. Nou, nee, we kunnen ook niet zo vakantie gaan. Dus, Ik zou wel eens een concert van Pink Floyd mee willen maken. Dat zou ik nog wel eens willen doen, maar dat is ook een utopie. Dus, Nou, dat denk ik niet. Die treden nog steeds op, toch? Nou, niet echt hoor. Nee? Nee. Nou, als ze komen, dan zou ik zeker meteen gaan, hè, voordat het te laat is. Uh-huh. Dus een Pink Floyd fan. Duidelijk, ja. Aha. Nou, nee, er zijn er nog maar twee over. En er was sprake van dat ze bij de Olympische Spelen zouden. Bij de opening van de Olympische Spelen zouden optreden. Ja. Er was ook weer een discussie over of Paul McCartney of Pink Floyd. Maar nu geloof ik dat geen van beide de opening. Allebei over de datum. Ja, dat denk ik wel, ja. Alhoewel. Maakt niet uit. Leeftijd maakt niks uit. Hè? Maakt niet uit. Muziek is muziek. Muziek is emotie. Dus. Zo is het, vind ik ook. Oké. Okay. En is voor iedereen persoonlijk, hè? Ja, zeker. Oké, okay, dankjewel. Nu ben ik echt klaar. Morgen heb je nog reacties gehad op de laatste ja, uitzending. Zeker. Ja, mensen hebben me gezien en dat was echt van, hey, filmster, wat leuk. En, mag ik een handtekening? Nou, zo ver ging het nog net niet. Want meestal kosten mijn handtekeningen, daar gaat wat aan vooraf. Hè? Dus dat viel erg mee, maar... ja, was en vonden ze het leuk? Jij is ja, een goede aardige van. Hartstikke leuk. Ja? Ik heb het zelf helaas niet gezien. Jammer. Ik heb denk ik niet op tijd gekeken. Misschien moeten we de filmpjes weer eens gaan herhalen van Hoogland TV, hè? Zou leuk zijn, ja. 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 Want ik moet het op de computer kijken, omdat ik geen glasvezel heb. Dus ik moet het ook zelf denk ik wat meer in de gaten houden. Okay. Maar ik kijk regelmatig. Ik vind het wel heel leuk wat erop staat allemaal op Hoogland TV. Ja? Ja, absoluut. En ik zie zelf ook wel mensen voorbij komen en ik denk van, hey, leuk. Bekende gezichten. Bekende, ja, natuurlijk. Het is een klein dorp en iedereen kent elkaar. En je woont toch zeker in de oude kern. Ja, daar woon ik al zo verschrikkelijk lang. Dus, de Berkelaan, hè? De Berkelaan, ja. Nu, ja. Wat vind je het leukste van Hoogland TV tot nu toe? Gewoon het kleinschalige en het lekker. Het is allemaal zo, ja, ik weet niet, niet zo gemaakt. En het is... ik vind als je commerciële tv hebt, het is allemaal gelikt en het moet allemaal dit en het moet allemaal veel geld opleveren. En ik vind dit juist gewoon het spontane. Dat vind ik te leuk. En de gewone mensen. En de gewone mensen, zoals jij. Geen bekende, zoals jij en ik. Geen bekende Nederlanders meer. Nee, nou daar heb je er toch al genoeg van. Ik bedoel, als je toch ziet in bepaalde programma's wat er... Voor bekende Nederlanders, wat ze, hè, die krijgt een kind en die is zwanger. Nou, dat wordt breed uitgemeten in de tv. Men, 100.000 vrouwen zijn zwanger, die zie je nooit. Nee. Dus waar gaat het over? Precies. Ja, en dat vind ik dan het leuke van Hoogland TV. En van alle regionale tv-zenders, denk ik. Ja. Ik kijk thuis zelf ook regelmatig, bijvoorbeeld RTV Utrecht, vind ik ook leuk. Gaat ook over gewone mensen. Mensen worden de bekende Nederlanders een beetje zat, hè? Dat merk ik overal eigenlijk. Hè? Dus, Het is ook zo. Ik bedoel, als hier in Hoogland iemand zijn been breekt, dan is dat heel gewoon. En oh god, als een of andere bekende Nederlander zijn been breekt, man. Lekker belangrijk. Ja, inderdaad. Lekker belangrijk. Het slaat helemaal nergens op. Hey, alsjeblieft. Hey, die wil het niet. Ja. Dat is een bekende Hooglander. En wie bent u dan? Ik sta hierachter. Oh. Wij zijn van Hoogland TV. Had ik al begrepen. Ja, en zou u iemand een groeten willen doen? In het dorp. Nou, ja, wie zal ik dan doen? Nou, Bebby van der Bunt, dat is een vriendin van ons. En daar wil ik dan de hartelijke groeten aan doen, ja. Oké. Okay. En zij woont...
In de buurt? Ze woont Pastorilla. 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 En waarom speciaal aan haar? Ja, een speciale vriendin. En dat is dan moeilijk uit te leggen. Dat zijn dingen die je dus niet uit kan leggen eigenlijk. Maar ze hebben het gewoon. En dat klikt tussen ons, mevrouw en haar en mij. En, dat is heel erg leuk en gezellig. En waardevol, hè? En waardevol. Jazeker. En ja, we hebben haar een beetje door een moeilijke periode heen geholpen. Ze kwam alleen te staan. En dat was heel verdrietig natuurlijk. En ja, dan is het ook als vrienden zijnde je taak om haar een beetje over de dode punt heen te helpen. En dat is nu een paar jaar geleden en ik denk dat het gelukt is. We gaan elke keer, één keer in de week samen bij de kaarten, gaan we een kaartje leggen. Soms krijgen ze weer een andere vriend op visite. En dan noemen we elkaar echte vrienden. En die titel mag je er dan wel aan verbinden. Hè? Vind ik ook. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ik kwam jou tegen. Jij was verlegen. Ik loop nu wel dagen. Want ik wil je wat vragen. Ja, ik kom naar de markt toe. Hartstikke gezellig, man.